Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Transavia.com, France Limousin, P&O Ferries en vakantieveilingen.nl. 3, 2, 1. Wow, wacht even, ik weet niet wat ik ga doen. Welkom bij Tennis Plaza. De zesde dag van het tennistoernooi. Dat is te hoog. We naderen de ontknoping van het 37e ABN AMRO World Tennis Tournament hier in Ahoy. We zijn inmiddels toe aan de halve finales. En voor veel jonge Rotterdammertjes is het een spannende week. Ze mogen zelf een uurtje tennissen op de baan. Maar een aantal van hen mag ook optreden als ballenjongen of ballenmeisje. We gaan even terug naar de dag van gisteren. Er waren maar 3/4 finales. Dat had er alles mee te maken dat de Serviër Novak Djokovic niet in actie hoefde te komen. Hij had een walk-over omdat zijn tegenstander Maier eerder geblesseerd had opgegeven. Jammer voor het publiek. Er was dus slechts één enkel partij met als schrale troost nog een afsluitende dubbel. Wat vindt u er nou van dat er vanavond maar één partij is? Eén single partij? Vanavond? Even kijken, is er maar één? Nou, dat is wel jammer eigenlijk. Had u niet liever twee single partijen gehad? Eigenlijk wel, ja. Maar een dubbel is ook best leuk om een keer te zien. Ja, dat is jammer jongens. Dat is pech. Het surrogaat oplossen met een dubbel wil ik het niet noemen, want een dubbel kan ook heel mooi zijn. Maar ja, daar heb je pech. Gaat u kijken naar het dubbelspel straks? Nou, daar twijfelen we nog over. Ik had liever gezien dat ze die single van vanmiddag doorgeschoven hadden, maar... En je kan wel klagen, maar je komt niet verder. Hoe had u het opgelost? Moeilijk. Je kunt ook met muziek proberen. Ja. Mij zou je vrolijk maken met muziek. Ja, met wie? Ik hou van klassiek. Oh. Dus, daar zijn de meesten niet gelukkig mee. Het enige wat je kon doen, dat we de wedstrijden van vanmiddag, dat de avondpartij zou worden. En dat je dan 's middags een single en een dubbel zou hebben. Alleen dan zou Djokovic zaterdagmiddag spelen en ik vond Djokovic toch echt een wedstrijd voor de zaterdagavond. De partij tussen Juzny en Monfils telt eigenlijk voor twee, al hopen de echte liefhebbers altijd op meer. Je komt er om tennis te kijken en het is jammer dat je dan maar één wedstrijd hebt. Wat vind jij ervan dat er maar één single partij is vanavond? Dat vind ik wel leuk juist. Je hebt straks lekker geen carnaval, niks aan de hand. Ik betaal toch voor twee partijen en ik krijg nu wel twee partijen. Oké, het is misschien een dubbel erachteraan, maar ja goed, beter iets dan iets hè. Vind ik niet jammer, nee. Waarom niet? Omdat ik het wel leuk vind, een enkel spel. Wat moeten ze anders doen? Nou, misschien kunnen ze Tom Okker bellen. Ik vind het wel leuk, enkel spel. Ik had gewoon striptease laten komen misschien. Nee, ik vind dit wel leuk. Bedankt voor deze inhoudelijke bijdrage. Ja, graag gedaan. Direct na afloop van de single waren er wel wat toeschouwers die stonden te springen om de dubbel. Maar dat waren alleen de echte fanatiekelingen. Amusementswaarde 9,5 denk ik. Geweldige dingen gezien. Heel hoog niveau regelmatig gezien. Als je dan weer zakelijker naar kijkt, dan is het, vind je het jammer natuurlijk dat Monfils verliest. En waarom? Omdat hij af en toe, buiten het feit dat hij geweldig tennis laat zien, af en toe toch ook weer even wegzakt en met rare keuzes komt en bijzondere oplossingen. Waardoor hij ook toch wel weer balletjes mist. Daarom wint Juzny, omdat hij toch de hele wedstrijd door iets gelijkmatiger niveau haalt. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want de meeste genoten heb ik wel van Monfils.
Nou, ik vind het vooral een ongelooflijk sterke jongen. Qua persoonlijkheid, ik denk dat hij heel stabiel is. Dat zag je ook eigenlijk in de wedstrijd nadat hij de eerste set verloor. Zeer teleurstellend, hè? Want hij stond eigenlijk de hele eerste set stond hij voor. 4-1 voorgestaan. Gewoon een grote kans om de set te pakken. En vervolgens verliest hij hem 7-5. En vervolgens staat hij er gelijk in de tweede set. En dat betekent wel dat hij zijn teleurstelling heel snel heeft verwerkt en er gelijk weer staat. En weet van nu moet ik er weer staan, anders glipt die wedstrijd uit mijn handen. Nou, en verder is hij fysiek gewoon erg sterk. Ik zeg het over Monfils dat hij zo goed loopt. Maar die Jusni haalt ook ongelooflijk bal hoor. Die loopt ook als een tijger over die baan heen. Dus wat dat betreft vond ik wel, ik kon hier ook weer aan zien, dat tennis, behalve goed tennissen, is ook een ongelooflijk fysiek verhaal. En deze jongen is ook echt heel erg sterk. Ja, hij heeft een heel goede backhand hebben. Vooral zijn backhand langs de lijn, daar kan hij makkelijk mee scoren. Gewoon vanuit de rally, weet je. Dan speelt hij inderdaad een aantal keer cross en ineens komt die versnelling langs de lijn. Daar heeft hij heel veel controle over. Dus ik vind dat hij vooral een sterke backhand heeft. Ja, zo'n wedstrijd als vandaag, 3 uur op die baan bijna, dat kan je morgen wel voelen. Maar nogmaals, ik ga er wel vanuit dat Jusni sterk genoeg is en dat hij dat kan handelen. En ze zijn natuurlijk wel het een en ander gewend. Maar ja, goed, nogmaals, ik denk wel een voordeeltje voor Djokovic. Of course, you are tired when we play 3 hours because it was every game, every point was really close, so we played too long. Yeah. What made it so hard? It was. I think I was a little bit lucky in the end, so that's it. Yeah. Just a little different. Yeah, just 1-2 points. That's enough for win the match. Yeah. You already won here one time. Are you going for it again? We'll see. No, tomorrow I have a very tough match against Djokovic, so we'll see. Vanmiddag wordt ook de finale gespeeld van het wheelchair tennis toernooi met daarin de Nederlander Ronald Fink die speelt tegen de favoriet, de Fransman Stéphane Houdet. De toernooidirecteur van het wheelchair tennis, Esther Vergeer, nam eerder vanmiddag deel aan een handtekeningensessie. Goed, er wordt even een fotootje gemaakt. Dat moet natuurlijk ook bij een signeersessie. Esther, ja. Het blijft leuk volgens mij, hè, om je onder de supporters te begeven en eindeloos die handtekening te blijven repeteren. Nou ja, dat is. Ik kreeg gisteren de opmerking, je zet ook geen 2 keer dezelfde handtekening. Dus mensen controleren het ook echt of ik het wel goed doe. Nee, maar het is wel leuk. Het is in het begin een beetje eng van wie komen er allemaal. Maar als je dan uiteindelijk hier achter het tafeltje zit met handtekening geven, is het erg leuk. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met het evenement, met jouw evenement? Ja, supergoed. Gisteren hebben we 2 waanzinnige halve finales gehad op baan 1. Met gemiddeld zo'n 1000 toeschouwers, zeg maar. Dus dat is al een succes. En dan vanmiddag om 3:30 de finale. Ja, met de Nederlander Ronald Fink erin. Mijn toernooi kan niet meer stuk. We gaan even terug naar die finale van het wheelchair tennis tussen de Fransman Houdet en de Nederlander Fink. Het is de Fransman die met 2x6-3 uiteindelijk aan het langste eind trekt. Nou ja, misschien wel een moeilijke vraag die misschien niet iedereen weet, hoeveel wedstrijden ik nu achter elkaar ongeslagen ben. Ik heb geen idee, sorry. Ik weet het niet. Gokken. Help eens een beetje dan. Ik heb geen idee. Gokken. 15. 10, 12 toernooien, gemiddeld 4 wedstrijden. Nou, praat je over 50 wedstrijden maximaal, maal 6. 300. 12. Ik weet het niet. Wat is jouw langste reeks eigenlijk? 4? Nee, ik weet niet. Nee. Het antwoord is 384 wedstrijden. Hoeveel? 384. Ja, dat is echt veel, hè? Dat is echt veel. Op de bijbanen in Ahoy is het ook al druk. We zagen hem al even. Paul Haarhuis, de Brabantse PSV-fan. Hij geeft clinics aan kinderen. Evenals zijn vroegere dubbelpartner Jacco Elting. Probeer hem maar tegen mij aan te nemen. Ja, let op. Komt-ie. Nou, dat was niet slecht. Heb je de nieuwe Raymond Sluiter al ontdekt? Of iets van de Jacco Elting? Nou, als dat het niveau zou zijn voor Raymond Sluiter, dan heb ik er al wel 100 gezien. Nee, ja, dat is gemeen. Ja. Heel gemeen, zeker in Rotterdam. Nee, hartstikke leuk. Je ziet het, hè. Bedoel, van alle leeftijden, van de jaren 5, 6 tot en met... Nou, wat zijn er? 15, 16 vandaag. Dat is gewoon gaaf. Zeker als ze de kans krijgen op deze mooie baan te spelen bij het ABN AMRO toernooi. Dat is voor hun natuurlijk ook heel speciaal. En hoeven wij alleen nog maar een klein beetje plezier te maken en dan is alles goed. Altijd je record omhoog houden. Goed, Alissa.
Dan krijg je vier keer dezelfde, vier keer doen alleen de voor en volley. Dus een stapje en een tikje. Het toernooi kent nog twee grote favorieten. Nikolaj Davydenko en Novak Djokovic. En het is nu stil in het VIP-dorp in Ahoy. En dat heeft er alles mee te maken dat één van die favorieten, Davydenko, op dit moment op de baan staat. Christy Bogert had eerder een ontmoeting met deze Rus, de nummer 6 van de wereld. Als iemand het deze week Novak Djokovic lastig kan maken, dan is het wel Nikolaj Davydenko. Al jarenlang een speler die in de wereldtop bivakkeert, voormalig nummer 3 van de wereld. Maar altijd in de schaduwen staan van de grote jongens. Daar is nu verandering in gekomen. Heeft aan het eind van het vorig jaar de ATP Tour Finals gewonnen. Heeft twee keer van Federer weten te winnen, van Djokovic gewonnen, van Nadal gewonnen. Kortom, hij is eigenlijk de man in vorm. Als ik coach zou zijn nu van jonge spelers, dan zou ik alleen maar opnames maken van het voetenwerk van Davydenko en daarop wijzen. Goed voetenwerk, daar word je natuurlijk niet mee geboren. Daar moet je gewoon heel hard voor werken. Talent heb je of dat heb je niet, maar hard werken, dat moet gewoon iedereen. Met alleen talent ga je het absoluut niet redden. En Davydenko is het perfecte voorbeeld van iemand die werkelijk keihard werkt. Iedere dag opnieuw, uren maken. Last year you told me that you wanted to improve a little bit the more aggressive style. That you wanted to come more forward. Are you satisfied to the way you play right now? Yes, I do. I try and play more volley. Because I play very good baseline, I can do winners, but I need to continue with volley. Every match I do some. That's what is good proofness. Hij is natuurlijk niet de meest spectaculaire speler, eerlijk is eerlijk, maar hij compenseert heel erg veel met zijn manier van tennissen. Davydenko stond bekend als een beetje een chagrijnige speler die niet heel veel lol had. Nou, toevallig vorig jaar heb ik hem ook gesproken en daar merkte ik al dat hij best wel veel grappen maakte. En nu zie je eigenlijk de laatste maanden met die goede resultaten dat hij steeds meer zelfvertrouwen gaat krijgen. En de persconferenties zijn inmiddels heel erg druk bezocht. Hij maakt grapjes. Sometimes I don't want to buy clothes, I'm in supermarket. En ook hier in Rotterdam merk je dat de persconferentiezaal continu gevuld is na de wedstrijden van Davydenko. You come here many years to this tournament, but I've never seen you so relaxed and happy as this year. Really? I don't know. maybe next year you see me much more relaxed. Yeah, maybe we see your name on the board. Voor de kleine Stijn en Christy is het een mooie dag. Zij gaan zo direct het centercourt betreden. Niet om te tennissen, voor de duidelijkheid. Hé, wat gaan jullie nou doen? Met speler oplopen het veld, volgens mij. Ja, speler oplopen het veld. Met speler het veld oplopen. En met welke speler gaan jullie de baan op? Söderling. Jij met de Zweed Söderling en jij? Het is de nummer 5 van de wereld, geloof ik. Davydenko. Wat zeg je? Davydenko. Ja, Davydenko. Ken je hem of niet? Zou je hem niet herkennen als je op straat liep? Nou, ik denk het niet. Nee. En als de tennissers zich melden, gaan Stijn en Christy inderdaad met Söderling en Davydenko mee de baan op. En hoe was het? Leuk. Ja? Ja? Heeft hij nog iets gezegd? Nee. Niks? Nee. En tegen jou? Ook niks. Helemaal niks? Nee. Dan gaan we naar het verslag van die eerste halve finale in Ahoy. In het wit Robin Söderling, de nummer 8 van de wereld. En hij speelt verrassend goed tegen Nikolaj Davydenko, die twee plaatsen hoger staat. Söderling won de eerste set in een tiebreak en heeft nu op 4-4 in het tweede set twee breakpoints. Het eerste breekpunt wordt nog weggewerkt door Davydenko, maar hij zit dus nog in de problemen op zijn eigen service. Davydenko haalde eerder twee keer al de halve finale in Ahoy, maar wist het dus nooit tot de finale te schoppen. Davydenko gaat voor zijn tweede service. Maar de Rus vanmiddag niet in zijn best te doen, slaat een dubbele fout. Dan mag Robin Söderling serveren voor de wedstrijd. En serveren doet hij goed vanmiddag. Hij komt op matchpoint. En wordt het dan voor hem zijn tweede finale plaats. Eerder in 2008 reikte hij tot de finale. Toen was Michael Lodra te sterk. Op zijn tweede service ontstaat er nog een mooie rally. Maar Robin Söderling geeft het niet meer weg. Komt naar het net
en volleert zichzelf dan een weg richting de finale. En vanavond weten we wie zijn tegenstander wordt in die finale. Wordt dat Novak Djokovic of Michael Jusin? Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Transavia.com, France Limousin, P&O Ferries en vakantieveilingen.nl.